Hallo allemaal, leuk dat jullie vandaag kijken naar deze nieuwe video. Vandaag eigenlijk een heel kort en heel simpele tutorial. Een tijdje terug had ik een tutorial. En toen zei ik van dit is waarschijnlijk de makkelijkste tutorial ooit. Dat was deze hier zo. Die het om een van de redenen niet doet. Kijken. Ja, dat was deze. Huh? Oh, er zit ook nog een lever aan de andere kant. Oké, ik snap hem al. Dat is deze. Kijk, dit is waarschijnlijk de makkelijkste tutorial ooit op mijn kanaal. Maar hier is nog een simpelere. Dit is namelijk een trap. Want, ja, zoals je ziet is gewoon een normale ingang van een base. Zo'n standaard ding met een ladder en water. Alleen wat deze speciaal maakt, is hij heeft een lever. En als je die omhaalt, dan komt hier een blokje blauwe wol. En je zou denken van nou, er trapt niemand in. Maar echt waar, uit ervaring blijkt. Heel veel mensen trappen hier toch in. Denken van, oh, laat ik heel snel zijn beest ingaan. Omdat ik hem wil aanvallen. En dan springen ze naar beneden en dan vallen ze dood. En kan je je spullen oppakken. Dus het is echt super handig. Je kan ook, als die zeg maar zo staat. En je wordt achtervolgd door iemand. Kan je er snel inspringen. Dus je doet gewoon heel snel zo. Dan komt die ander natuurlijk achter je aan. Dan sneed je hem snel aan. Dan valt die ander dood. Het is echt super simpel. Dus, ja, laten we kijken hoe je het moet maken. Het is, zoals ik al zei, extreem simpel. Je begint met gewoon het maken van een gat. Twee breed. En die moet minstens 25 blokken diep zijn. Want anders dan valt die persoon niet dood. En dat is wel het minste wat je wil bereiken natuurlijk. Als ik jou zou ik hem ook iets dieper maken. Want het kan zijn dat mensen verder valling hebben. En dan overleven ze het alsnog anders. Maar, wat je dus doet, je maakt gewoon een gat eventjes, dat je een beetje de ruimte hebt. Dan doe je vervolgens zo dat je hier zo twee redstone neer kan leggen. Maak je hier een gat met een piston erin. En daarop een blokje blauwe wol of lapis, maakt niet zo heel veel uit. Eén van die twee wat je wil. Sommige mensen vinden lapis beter, maar ik vind eigenlijk allebei ongeveer wel hetzelfde. Maakt niet zoveel uit. En dan doe je er water overheen dat je een water source hebt. En dat is hem dan al. Zo simpel is het. Dus. Ja, hopelijk hebben jullie er wat aan. Laat me weten als het heeft gewerkt. Als je hier veel mensen mee hebt gekild. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!